like a fucking tiger. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe vlog. Jeffrey en ik die zijn 2 weken geleden bij de Intratuin geweest. En daar hebben we allemaal spulletjes gehaald voor in de tuin. Wij gaan daar dadelijk mee verder. We hebben ook 2 weken geleden het gras gezaaid. Dat is nou opgekomen. En ja, dat zal ik zo ook even laten zien. Mocht je trouwens de video niet hebben gezien dat wij naar de Intratuin zijn geweest, zal ik even een linkje van die video hier ergens bovenin de video laten verschijnen. En dan zal ik zo laten zien hoe ver we nu zijn. Kijk. Daar is al best wel veel gras. Ik kan niet zo super dichtbij, maar ja, er zit ook heel veel onkruid in. Maar zoals je kan zien, is aan die kant best wel veel gras al. Zal ik even naar achteren lopen. Hier is nog niet zo heel veel, wel een klein beetje. En hier zo kun je dus echt goed zien dat er al wel aardig wat gras omhoog is. Jeffrey en ik gaan dus nu daar dat kleinste stukje tuin als eerst doen, omdat ik daar die boeddha wil hebben. En ja, het is nu die stoepbandjes erin zetten en dan de grijze steen. Ja, steen, weet ik wel wat is wat Jeffrey nu mee aankomt lopen. Die komt daar bovenop en daar ga ik nou mee helpen. Zo, ik ga even deze stenen van achter naar de voortuin doen. En dan die kleinere siersteentjes die gaan naar achteren. En dan ga ik zo daarmee verder. En dan kan Jeffrey weer verder met zijn zand. Nou, ik heb deze stenen nu hier neergelegd. Zoals je daar kan zien, liggen er nog wat sierstenen hier. Heb ik die andere. Die lagen dus allemaal daar om het boompje heen. Het boompje die stond al scheef. Ik zal even naar achteren gaan. Dit boompje, zo'n appelboompje noemen ze. Maar er komen allemaal van die leuke knalroze bloemetjes in. Ik wou hem eerst naar achteren plaatsen, maar dat is best wel groot. En we zijn bang dat hij dood gaat. Maar goed, die stenen, sierstenen die daar lagen, die gaan dus mee. En dan gaan die een keertje daar omheen. Maar dat moet een andere keer, want zoals je hier zo kan zien, is het echt een teringbende aan onkruid hier ook. Dat moet echt veranderd worden, is verschrikkelijk. Nou, toen was ik weer hier, hoor net dat 6 uur is. Het blijft al 3 uur eerder, maar goed. Ik zal even laten zien wat we nou gedaan hebben. We waren om 3 uur begonnen en we hebben in 2 uurtjes ongeveer, nee dat is niet waar, 2 uurtjes. Half 3 waren we begonnen. Toen hebben we in ongeveer 1 uurtje dicht gedaan, want hier ja, in mijn vorige video dus. Wat ik al zei, als je die niet hebt gezien bovenin deze video even een linkje, maar goed. We hadden hier dus niks, nu hebben we dit gedaan en dan komt die boeddha erop. Ik moet hier nog wat zand omheen doen, daar gaat Jeffrey zo mee bezig. Maar ik ga hem even helpen om het in de kruiwagen te doen. En dan gaan die stenen die ik net al heb opgehaald, die ga ik hier een beetje omheen maken. Met een mooi graaf, mooi geweldig. Kijk. Cynthia is ook eens aan het werk. Ik doe het altijd. Ik doe het net alsof hij altijd aan het werk is en dat ik hem altijd film. Nee, zoals je ziet, dit zand zijn we allemaal aan het verdelen. Dat komt allemaal daaruit. Jeroen, we zijn hard op weg. Marino, hey, hallo. Milano. En het chagrijn van het huis. Heel mooi dit zien. Macho. Kijk dan, wat is dat? Dat ding, dat beest. Is dat een gepopte vlinder? Wie kan ons vertellen wat dit is? Is dat een gepopte, of is dat een beest? Wat is het? Het beweegt in ieder geval, oh, dat is zie het ik geen wel. Popping, wat is het? Leg maar gewoon rustig op de plek. Die grappig. Dankjewel. Ja. Hij ligt bovenop. Er zitten allemaal bladeren bij van de herfst en die grond. Ja, dit is een avondvullend programma. Ja, totdat het kan en het, ja, het koud wordt, ga ik gewoon verder en dan hebben we toch laatmiddag gegeten om 3 uur te gaan. Ja, maar ik stop er wel mee, want ik ga om 8:30 ga ik film kijken. Stop je er nu mee? Nee. Om 8:30 nou, is de film.
En na dit stoppen we er wel mee, gewoon mogen we verder. Maar je moet nog wat, ik zal de kruiwagen eens even op de kant houden. Ja. Jongens, kijk dan. Dat kan ik al laten zien, het hele gras. Ja, het wordt echt mooi, hè. Macho, chagrijnige pruillip. Nou, even een korte medische pauze, want Jeffrey die had iets gedaan en nou is zijn vinger een stukje bij de nagel kapot. En dan zit er even een plastic zakje omheen met elastiekjes zodat hij verder kan. Zo natuurlijk denkt, ja, je moet ermee stoppen, maar goed, dat heb ik eigenlijk ook met mijn hand, dat ik dit niet moet doen, maar goed. Ik ben begonnen met die stenen op de aarde aan het leggen. En dan een beetje mooi en dan, ja, Jeffrey is bezig met zijn... Golfie, dus die nou dat, hoe heet zo'n ding dat je eraan neerzetten bent, hoe heet dat? Nou ja, een pilaar is die nou aan het neerzetten, zou ik even laten zien. Ja, die Jeffrey. Oh, precies met die vinger. Zie, op die manier, want ja, ik wou dus daar onderin, wou ik die, hoe noem je dat nou, gewoon klinkertjes, ja hè, klinkertjes hebben. En dan, ik vergeet altijd klinkers, stenen, whatever. En dan komt er zo'n bakje waar de vogels uit kunnen drinken. En dan hier wou ik dus die pilaar hebben. En dan komt uiteraard de golfie op de tractor er weer op. Ja, en dat wil ik even afmaken. En dan zou ik mijn stukje laten zien wat ik af wil hebben. Dit wil ik dus graag af hebben, maar waarschijnlijk lukt dat niet. Maar ik wil tot 6:15 max ongeveer door. En ja, nou zie je ook het idee een beetje hoe ik dat wil hebben. En dan in ieder geval hoop ik dat dit grotendeels erin gaat liggen en dan morgen verder. Zo, we vinden het wel even goed voor vandaag. Het is nu geloof ik alweer bijna zelfs 8:00. Ik dacht ik ga tot 6:15 verder. Maar het werd 7:30. Toen was ik nog niet klaar, want ik moest wat dingen aanpassen. En dat ga ik zo laten zien. Jeffrey is in ieder geval helemaal klaar met zijn stuk van de tuin. Het is echt laat. Ik moet eten maken zo en dan... ja, morgen verder. Maar wat ik al zei, ik ga even laten zien wat ik nou veranderd heb. Kijk, ik heb de stenen eruit moeten halen. Want toen we dus die grote grijze steen erop legden op die stoepbandjes, toen zagen we dat dat ja, een heel stuk hoger lag. En toen dacht ik, ja, dat vind ik niet mooi. En bovendien ja, lagen eigenlijk die stenen, die zierstenen, toch niet goed. Dus ik had zoiets van, nou ja, geluk bij een ongeluk. Dus dan haal ik het er wel helemaal af. Heb ik helemaal wat dat zand helemaal opnieuw eromheen gedaan. En ja, dikkere laag kun je natuurlijk wel zien. En omdat ik te weinig zand, ja, grond is het eigenlijk, maar ik noem het altijd zand. Te weinig zand dus had, heb ik dat hier een beetje uitgehaald. Zodat het gelijk loopt met de graskant en met deze kant. En de rest heb ik daarom, ja, daartegen aangedaan. Dus had ik toch nog genoeg en hoefde niks meer uit de andere kant van de tuin. Ja, en mogen verder. Ik heb het een beetje op volgorde neergelegd. Ik wou dit wel afmaken, maar dan ben ik zo nog, denk ik wel, zeker 2-3 uur bezig. Dus ja, beter morgen. Jeffrey die heeft het gras besproeid. Kun je ook wel een klein beetje zien, denk ik. Hoewel het op de camera lichter lijkt. Maar goed, maakt niet uit. Zoals je kan zien is dat stuk bijna helemaal onkruidvrij gemaakt, behalve hier bij die hortensia's. Maar aan deze kant dus wel. Hier komen dus ook nog een paar plantjes. En dan hier dus die andere hortensia van voor in de tuin nog. Hier heeft Jeffrey dus die klinkertjes gedaan. Hij is een beetje aangeharkt. En daar staat Govi op de tractor. En dan van deze afstand kun je een beetje zien hoe dat bij dat hoekje eruit gaat zien. Ja, ik had dat echt eerst letterlijk in die hoek willen hebben, maar ja, dat gaat dus niet vanwege dat zand tegen die schutting. Maar ik vind het zo ook wel mooi en ik zie het al echt helemaal voor me. Die plantjes gaan er ook allemaal in morgen, tenminste dat lijkt me, dat die stenen, die zierstenen 2 uurtjes à 2,5 duurt en dat we het dan wel redden, want we hebben morgen ook nog afspraak om 3:00, dus wel eerder eruit. Ja, ik vind het wel goed verder van vandaag. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe dag. Vandaag ga ik weer verder in de tuin. Jeffrey die heeft helaas pijn in zijn rug, maar daar kan hij natuurlijk niks aan doen. Want dat is ja meestal als hij aan het werk is geweest, dat hij daarna wel pijn heeft. En dan hopen we maar dat dat snel over is. Hij kan in ieder geval wel even helpen met plantjes aangeven. Maar ja, wat ik ga doen is gewoon de plantjes erin doen en even met die zierstenen verder.
Want het is nu, ik moet altijd kijken hoe laat het is. Het is nu 12:30 en dan kan ik tot 2:00, 2:15 kan ik doorgaan, want we hebben om 3:00 nog een afspraak. Dus ja, ik hoop dat ik nog redelijk veel kan doen. Ja, en daarna zien we wel verder. Helemaal een volle concentratie. Onze zandmetsla. Zandmetsla. Niet leuk. Ze is de drijvengrot aan het bouwen. Kijk, dat is mijn grot. Die stond er al, die heb ik gehuurd. En Cynthia heeft daar een villa bij in mogen wonen. En nu bouwt ze haar eigen grot. Ja, ik denk zo en dan kan er wat bij. Maar het is hier zo krapjes. Daar kan er niks anders van maken. Ik wil. Hoe gaan we het als eerst doen? Nou, we beginnen met een gat graven, denk ik. Ja, maar wat wil je daar hebben? Dat moet je zelf weten, dit is jouw tuin. Dit is mijn tuin. Ja. Wat is jouw tuin? Dat. Oké, okay. Nou, dan ga ik er maar eens aan beginnen. Lekker makkelijk. Maar je ziet wel steeds meer gras tegenover gisteren. Ook heel veel onkruid, ik weet het. Voor het geval dat iedereen gaat lopen roepen, ik zie onkruid staan! Ik zie het ook. Ja, ja. Maar kijk, nou bij een klein uurtje verder misschien, 3 kwartier. En dan ziet het er vervolgens zo uit. Het... komt zo langzamerhand een beetje van een tuintje. Geweldig hè. Nou, ik ben er even klaar mee met de tuin. Het is nu 2:15. Wij moeten zo naar de afspraak. Ik zal heel veel laten zien hoe ver we nu zijn. Kijk hoe leuk. Dit is wel hoe ik het in gedachten had. En die achterste plantjes, die hadden we dus eerst hier. Als je kan zien bij Marino al, die gaat al kijken en dan kan hij zo die planten eruit trekken. Dus daarom nu daar en dan hoop ik dat we terug zijn, denk rond 4:30. Ja, rond 4:30 denk ik. Zo. En dan hoop ik dat als we terug zijn van de afspraak rond 4:30 denk ik, dat ik dan al die stenen er nog in krijg en dat niet gaat regenen. En ja, dat we het nog afkrijgen. Leuk hè? Zo, Jeffrey en ik zijn weer terug van het gesprek, dus ik ga nou weer even verder in de tuin. Het is 5:00, ik hoop dat ik alle stenen erin krijg en daarna is het weer tijd om te gaan eten. Zo, het is vrijwel klaar eigenlijk nou met die plantjes en met al die stenen. Ik had ze eerst wat dichter bij elkaar willen hebben, maar toen dacht ik nee, het is wel leuk om een beetje te verspreiden overal, omdat die kiezeltjes alleen onderaan komen. Ik kan niet alles helemaal laten zien vanuit hier, omdat natuurlijk het gras daar staat. Ik hoop ook dat die kiezeltjes op een fatsoenlijke manier ertussen kunnen, want ik moet wel in dat kleine stukje tuin komen en die kiezeltjes verspreiden, dus er hoort nog wel wat. Ik zal het zo even aan de andere kant laten zien. Zie, vanuit deze kant ziet het er dan zo uit en dan komt die boer daar natuurlijk dan nog bovenop. En dan duurt het nog wel heel wat jaartjes natuurlijk voordat die klimplant fatsoenlijk gegroeid is, net als die klimop. Want dat is de bedoeling dat het natuurlijk een beetje tegen de muur en de schutting gaat en die klimplant helemaal zo naar boven komt. Zo, het licht wordt dan een beetje raar als ik dat doe. Ja, ik vind het er verder wel echt heel mooi uitzien. Ik ben al best wel moe, maar toch ga ik even door. En dit ziet er een beetje zo uit. Ik heb alle kleine siersteentjes een beetje tussendoor gelegd. En dan daarachteraan ook nog een klein beetje, maar niet te veel, want... ja, dat daar, dat zie je toch het minst. Want je bent vooral hier aan het kijken natuurlijk. En vanuit het gras straks een beetje daarvoor. En niet tegen de schutting. Nou, deze plantjes heb ik ook al in staan. Aan de andere kant van de tuin bij de hortensia's. Dat is dus hier. Bij deze. En hiernaast komt die andere hortensia van de voortent ook. Dus hier tussen. Hier hebben we lavendels. En dit zijn Veronica's. Die worden wel iets breder en groter. Maar die lavendel, als het goed is, niet. En anders moet ik ze later een keer verplaatsen. Ik heb dit hele stuk ook nog even geharkt.
tot en met daar. En toen heb ik het hele pad ook nog geveegd. Ja, deze kast dus gedaan. Ik heb wat dingetjes weggegooid. En even wat dingetjes verplaatst. Er moet natuurlijk nog wel een keertje wat leuks bij. Maar voor nu doe ik het even zo. En bij dit stuk heb ik alle plastic en alle dingetjes weggehaald. Maar ik zie daar ginds nog één plukje. Dus die haal ik nog even weg. En ja, dat was het hem dan eigenlijk wel voor vandaag. Nou, zoals je net hebt kunnen zien is alles gelukt. Het is bijna helemaal af. Nou hoeven alleen nog de kiezeltjes erin. Ik ben in totaal nu we terug zijn geweest daarmee 2,5 uur bezig geweest. En in totaal ben ik 4 uur bezig geweest. Jeffrey die is toen ik bezig ben gegaan om 5 uur binnen gaan zitten. Even op de Xbox spelletjes spelen, want hij kon echt niks meer doen. Ik ben nu ook echt super moe. Ik had eigenlijk niet meer door moeten gaan naar die stenen erin leggen. Maar ik wil gewoon alles af hebben. Zodat we alleen morgen die kiezels te hoeven te doen dus. Ik zal zo nog één keer laten zien hoe het ermee staat met het kleine stukje tuin van dichtbij. En Jeffrey die zei net, want hij is even buiten geweest. Want hij is heel lang binnen geweest en ik heb hem net opgehaald. Hij zei net, die kiezeltjes hoeft niet. Maar ik vind eigenlijk dat dat wel hoeft. En wat overblijft wil ik bij die Govi op de tractor neerzetten. Kijk, die daarachter, dat is een nachtviolier. Die wordt ongeveer 70 centimeter. En dan deze hele kleintjes. Ik wil even denken wat het ook weer was. Die kleintjes zijn Armeria, die worden 10, 15 centimeter. We hebben daarachter de Aquilegia, die wordt zo'n 50 centimeter. En dit is een purperklokje, die wordt ongeveer 50 centimeter. En deze twee hier zijn Jacobsladders en die worden ongeveer, moet ik heel even kijken, 30 tot 40 centimeter. Want ik had de blaadjes eventjes bewaard, omdat ik niet alle plantjes zo heel goed ken. En ik moest voor de hoogtes weten waar ik ze wil hebben. Want ik wil natuurlijk niet dat die inimini's daar achter staan. En dat als je die hele lange hiervoor zet, dat hiervoor hoger is dan achter. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. En die clematis die is trouwens een beetje ja, lichtpaasachtig. Het is geen lila, maar ja, ongeveer lichtpaas dus. En die kan 3 meter hoog worden. Ja, en het is dus allemaal een beetje roze, paars, roodachtig. Dat vond ik wel heel erg mooi. Dit is gewoon ja, roze, paars, rood en verder eigenlijk niks. Want ik had hier misschien nog witte plantjes bij in willen doen, maar dat wordt echt veel te druk. Dus dat ga ik nog aan de andere kant doen. Want deze 3 kleintjes zijn Veronica. Ze komen van die ja, paarse pluimbloemetjes in, laat ik het maar zo zeggen. En die worden ongeveer 50, 60 centimeter. Ja, en lavendel, dat is ja, uiteraard paars. En dat wordt ongeveer 70 centimeter. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe dag. Inmiddels zijn wij een week verder, want wij gaan niet meer in de tuin verder, omdat we ja, de steentjes en zo, die wou ik er graag in doen. En uiteindelijk toch besloten om dat niet te doen. Het gras is inmiddels wel een stuk gegroeid. En zoals je kan zien is mijn haar geverfd, want Jeffrey en ik die gaan iets echt super geweldigs doen, wat ons ja, een stukje dichter bij de toekomst brengt weer. En daarom gaan wij vandaag uit eten. En ik zal zo even dus het gras laten zien en dan gaan wij dadelijk lekker uit eten. Zo mensen, kijk, we zijn 10 dagen verder na het bezig gaan daarachter in de tuin. Dus het gras die is nou zo hoog geworden in die tussentijd. Alleen zoals je ziet zijn er echt heel veel kale plekken en dat lijkt me niet goed. En we hadden al in eerste instantie 9 euro uitgegeven en daarna nog een keer 8 euro aan het gras. En nou zitten we nog steeds heel veel kale plekken, alleen het wordt wel mooi hoog, maar ja, dat moet natuurlijk wel met gewoon alles goed en gelijk. Dus ja, ik denk dat we gewoon op veel gras moeten gaan halen. En we hebben besloten dat we dan hier gewoon al die steentjes gaan doen en verplaatsen daarachter bij die plantjes. Want Jeffrey en begeleiding die zei ook al van ja, daar kun je nog plantjes bij tussen doen en als er steentjes zijn niet. Dus die komen allemaal hier. En die dingen die stonden trouwens binnen, die ja, wat is het, decoratie houten bladeren vind ik. Ik vind bladeren, die stonden bij de voorkant zeg maar. Maar die zag je niet goed, omdat we heel vaak die gordijnen half open hebben. Dus ik dacht, dan zet ik ze buiten neer en ik vond ze toch niet meer zo heel leuk. En ja, buiten kunnen ze nog meegaan totdat ze kapot gaan.
En het staat wel bij die steentjes, vind ik, als dat er straks in ligt. Nou, we zijn er hoor. Ik was er alleen vergeten bij te zeggen dat wij... dat wij dus gaan op het moment dat bevrijdingsdag is. Dat hadden we ook een beetje expres gedaan. Jeffrey, een beetje expres. Ik kan er niks aan doen. Ik kan die camera niet hoog houden, want ik heb mijn hand al best wel hoog. Maar bevrijdingsdag dus. En er is hier ook best wel veel te doen, ook qua muziek en kraampjes en zo. En wij hebben trouwens ook een beeld voor de vrijheid. En die heb ik al eens een keertje eerder laten zien in een vlog vorig jaar. Maar ik zou het nou even weer laten zien en wat het dan betekent. Kijk, dit is het beeld voor de vrijheid hier zo in Doetinchem. En ik heb, wat ik al eerder heb gezegd, de kerk, dat ik als klein meisje heb ik daar in gestaan. Ja, en het lijkt me op zich wel dat je zelf wel kan bedenken waar die handen dan zo voor staan. En ja, er zijn nou bloemen en zo neergelegd. Ook omdat het natuurlijk mijn dag is. En ja, overal staan eigenlijk wel een beetje bloemen. En er is muziek en alles. En dat is daar allemaal. Dit plein, want meestal doen ze alle evenementen op dit plein zo, of ja, plein, het is eigenlijk een plantsoen. Ja, het is hier ook best wel groot, dus, maar wij gaan niet veel verder. Nou, niet alleen mijn haar is gedaan, want ik was bij de kapper geweest en daar had weer een stagiaire gedaan, dan is het de helft goedkoper, maar ik heb Jeffrey's haar eraf gehaald. En ik heb ook, oh kijk je zo raar. Nou, ben je gehad een keer vallen vandaag. Nee. Ik heb ook zijn... Nou, ik heb ook zijn baard een beetje bijgewerkt. Eigenschade bij, kettingzaag, alles stoppen. Nee, maar ik vond het wel mooi, want hij wil heel graag ringbaardje. Alleen, wat hij zelf elke keer zegt, het sluit niet mooi aan. Dus ik heb het een beetje zo gemaakt dat het gewoon ja, wat mooier is, zeg maar. En dan hoop ik dat hij het zelf ook mooi vindt. Ja, ik ben nou hartstikke sexy natuurlijk, hè? Ja, dat is toch de bedoeling. Als ik nou over de vloer heen val, dan heb ik de kop kapot. Ja, maar dat gebeurt vast niet. Nee, ik heb veel te veel haar. Het is veel te veel droog. Elke keer weer haar ik val. Ja, het is alleen wel een beetje kort, maar de baard nou alleen. Ja, wij hebben een nieuwe tondeuze moeten halen, omdat die andere de stekker kapot was. En de tondeuze is nog wel te koop. Maar die, die stekker die is niet meer te koop, dus dat is wel een beetje vaag, maar goed. Maar we hebben in ieder geval een nieuwe van de Kruidvat, was maar 15 euro. En dat werkt. Ik voel me nou net of dat ik geïnterviewd word. We zouden bijna vergeten om gewoon het eten te laten zien, want we hadden al lang besteld. Ja, allang. Wij hebben diverse brood met dips. Dat is eigenlijk geen verrassing, want het is bijna altijd. Maar goed. En als hoofdgerecht heb jij... Ik heb varkenshaasje in champignonsaus. En ik heb een schnitzel met champignons, paprika en uien gekozen. En nou is het alweer hetzelfde dat ik nooit op beeld ben, behalve als ik wat moet vertellen als de camera me zo draait, maar ik heb altijd jou in beeld. Ik zal een foto van jou meenemen de volgende keer. Ja, want iedereen zegt altijd, ja, Cynthia die is alleen in beeld als ze wat moet vertellen, maar niet als ze gewoon leuk aan het filmen is. Ja, smakelijk eten. Had je beter bij de kijkers doen? Ja, eigenlijk wel, maar gewoon uit. Lekker. En hier hebben wij ons eten. Lekker frietjes, wortels, iets wat Jeffrey niet zo lekker vindt. Salade blijft sowieso altijd staan, heet Jeffrey? Ja. Nee, Jeffrey die is wel moe. Ja, dat sla, dat gaat hij, oh, dat gaat hij wel opeten. Dat was het niet zo leuk. Hallo, ik vind dat lekker. Varkenshaartje. En mij is niet zo. Nou mensen, toen was het alweer best wel laat, want we waren hier om 8 uur. En nu is het alweer 10:30 bijna. En gaan we nog even een koffietje doen en dan gaan we weer naar huis. Want we zitten hier wel echt super lang nou ook. Ik ga het weer doen hoor. Dat doet hij bij mij ook altijd, dat weten jullie. Dat doet hij altijd. Gaat hij langer die camera houden dan dat ik het wil. En dan moet je het moeilijk doen. Maar het doet hem niks. En dat vind ik niet leuk. Bij jou? Ja, ik wel.
Ja, ik ben nooit op beeld, dus daarom film ik het niet bij. Omdat ik nooit op beeld ben, alleen als ik... Hallo, lieve mensen, dit en dat, en weet je wel. Want Jeffrey is altijd in beeld, omdat ik het eten moet filmen, of als ik in de entertainment moet filmen, of de hondjes. Dus dan staat automatisch Jeffrey erbij op. Dus het spijt me dat ik er dan niet bij op sta. Maar ik ben degene die altijd de camera nodig heeft. Of eigenlijk de hele mega iPad met de camera. Ja, nee, maar hij zou al weggaan. En ik weet dat hij nou dan weer verder gaat filmen. En dat vind ik niet leuk. En ik vind het helemaal niet leuk. Ik hem helemaal niks goed. En ondertussen is de juwelier achter je gesloten. Jeffrey, die ging juist de tv kijken bij de juwelier. Maar die is nou gesloten. En als ik kerstfilm had. Ik zie jou niet. Want normaal als ik hem film, dan kijk ik er overheen. Zodat hij me aan kan kijken. Maar ik zie nu een... Nee, laat maar. Het ziet er in ieder geval anders uit dan dat het eruit wordt. En dat weet niet. Ben je klaar? Want ik zie je niet. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe ochtend. Jeffrey en ik die waren gisteravond heel erg moe na het uiteten, dus wij zijn direct naar bed gegaan. Het is nou best wel vroeg, dus ik moest ook de lamp aan doen en mijn haar lijkt trouwens echt super geel hierop. Maar goed, dat komt door het licht, want dat is al geel. Wij gaan straks een gesprek hebben en dan hoop ik dat het een beetje goed gaat lopen. Ik denk het niet, dus ik denk dat we vanmiddag nog wel wat gaan doen. Maar eerst ga ik na het gesprek even de tuin laten zien, want we hebben de Boeddha er neergezet. En dan laat ik ook even het gras verder zien. En dan zien we wel verder wat we gaan doen. Nou, daar staat ze dan, mevrouw de Boeddha. Het fonteintje die doet nou redelijk goed, alleen het lampje doet niet. Terwijl toen we hem testen deed het lampje een heel klein beetje, maar nou ja, niet meer. Misschien kan het nog gefixt worden, maar het ziet er dus ongeveer zo uit. Zoals je kan zien zijn alle plantjes ook al uitgekomen. Alleen die achterste waren dood, dus even afgeknipt. Ja, een beetje paars, roze, rood is het hier dus. En die begint ook al zijn weg te vinden. En voor nu ziet het er vanuit hier zo uit. Maar het gras gaan we dus bijvullen. Of ja, bijstrooien, want ja... Er wordt gezegd, heb geduld nog, maar het is al redelijk hoog. Het is, als het 3-4 centimeter is, moet het gemaaid worden. Maar je kan zien dat echt heel veel kale plekken zijn. Dus we hebben al iets van 40 euro in die hele gras zitten. Terwijl het er niet nodig zou moeten zijn, maar goed. Dat gaan we vanavond even doen, want wij gaan nu heel eventjes rust pakken. Omdat we heel veel stress hebben, dus wij gaan heel veel naar het tuincentrum. Nou, misschien willen wij zo'n heester hebben, want ik vind die kleur echt mooi, dat rode. Dat, ja, vind ik wel een goede optie. Op zich. Maar we gaan even verder kijken. We zijn dus bij het tuincentrum Vriezen. Nou, wij hebben tenminste vandaag een goede uitleg gekregen over het gras. Want het is zo dat nou zaaien eigenlijk vanwege die elke keer die weersverandering. Want elke keer gaat, hoe zeg je dat? Het weer, zeg maar, hadden we al in... september, oktober. Toen hadden we eigenlijk al kunnen zaaien. Omdat nu het elke keer god droog is. En dan heb je weer regen, dan weer super droog. Dus daarom dat het gras niet goed groeit. Nou, we uitleg gekregen dat we wel kunnen zaaien. Maar nu niet, want dat heeft geen zin. Dus wat we moeten doen is eerst maaien. En daarna moeten we mesten bij overdoen. En stel dat het dan nog niet goed lukt. Dan kunnen we, ja, natuurlijk lukt het niet helemaal. Maar dan kunnen we dan bijzaaien. Als het dan dus weer wat minder weer is. En weer meer regen komt. En zo gaat het gras dan waarschijnlijk wel goed komen. Dus dan gaan we dat op die manier doen. Het is alleen wel iets van 50 euro voor een heel klein grasveldje. Maar goed, dat kunnen we allemaal niet weten. Die man zegt ook al dat ze jarenlang gras zouden hebben gelegd. En dat het
zelfs voor een ervaren iemand gewoon lastig is om het gras meteen goed te krijgen. Maar we hebben ook al besloten welke planten we gaan kiezen. Nou, daar staat de mest. Polkorn is natuurlijk wel echt goed spul, dat is gewoon zo. En deze, super handig. Jeffrey, die staat er zo bij. Zo van, nou, moest dat nou weer? Ik deed niks. Maar deze gaan we dus halen, want ik had er net eentje die, ja, dat wordt echt een boom, maar deze die kan gewoon in die bak die wij willen. En ik vind, ja, ik weet niet, ik vind die kleur mooi, ik vind de vorm mooi. Ik loop al 3 jaar te roepen dat ik ze leuk vind, maar nu kunnen we dat gewoon lekker erin zetten. En die zijn ook niet super duur, geloof ik. Want we hadden natuurlijk nog wel wat geld opzij gezet voor de rest van de tuin. Kleintje of een grote? €25 zijn die. De prijs is zelden. Maar ik wil gewoon een mooie, dus dan gaan we even uitzoeken. Ja, ja, jongens. Onderweg naar huis. En zoals je ziet, komt daar de bosjesvrouw wel aan wandelen. Ja, 2 planten gekocht en wat pokon. Net zo eerder uitgelegd. Daar komt ze aan. Hallo bosjesvrouw. Hallo. Dit is nou de manier hoe wij altijd onze boodschappen doen. Doei. Dit is de manier hoe wij altijd boodschappen doen. En wij doen alles te voet met de fiets. En dan is ons huis, even kijken, ongeveer daar ergens. 5 kilometer verderop. Ik zou het niet heel precies weten, maar het is ongeveer daar ergens. Ja, 5 kilometer verderop ongeveer. Dus wij moeten nog een heel stuk. Even een half uur erbij lopen. Ik ga met de bosjesvrouw verder. Oh, en voor een ruil van één zo'n plant draag ik nu haar tas. Dus ik hoop niet dat ik als een homo word gezien. Lieve mensen, we hebben een nieuwe soort plant, of plant / boom. Dit is de Javeesteriris, ja. Rara, waar ben ik? Dit is de Javeesteriris. Rara, waar ben ik? Zo, daar was ik weer. Jeffrey en ik die zijn alweer een tijdje terug van het tuincentrum. We moeten ook nog eten. We waren echt super moe van het lopen. Maar in ieder geval, jullie zien in de volgende vlog van de klus in eigen tuin. Dat wordt dan de 3e video. Daar zien jullie hoe we verder gaan met de tuin en hoe die nieuwe plantjes erin staan. Want we gaan ook nog binnenkort met de begeleiding planken kopen voor bovenop die balken. Zodat we een nieuwe nieuwe hekwerk zeg maar hebben voor de tuin. En ja, ik wil gewoon even wachten tot die tijd. En dan, want anders dan moet ik nou 1 voor 1 elke keer alles laten zien. En dat is, ja, dat is niet zo leuk. Dus we wachten gewoon weer tot we weer wat planten kunnen halen en die planken. En dan zien jullie dus de volgende keer hoe alles gaat worden en hoe we met die planken ook aan de slag gaan. Dus dat doen we de volgende keer. En daarmee ga ik ook deze vlog afsluiten. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je in de toekomst meer van mijn video's zien? Abonneer dan ook even op mijn kanaal. En dan graag tot de volgende video. Doei doei!